Welkom bij deze video Begrijpbaar Recht. In deze reeks gaan we kijken naar belangrijke rechtsfilosofen in de geschiedenis, met in deze video Carl Llewellyn in de hoofdrol. Rechtshistoricus Carl Llewellyn is bekend geworden om zijn uitspraken over de functie van de rechter in het recht en hij was vertegenwoordiger van de Amerikaanse stroming Legal Realisme. Deze stroming meent dat niet het recht, maar de rechter de doorslag geeft. Dat is natuurlijk best een heftige uitspraak. Laten we eens kijken wat de visie van Carl inhoudt. Carl schreef vaak over het common law traditie. Deze visie houdt in dat de belangrijkste rechtsbron de rechtspraak is en niet het recht. Volgens de common law visie is de rechter leidend en niet het recht van de wetgever. Rechters zouden uitspraken doen die van andere rechters dan vaak gaan volgen. Dit wordt de precedentvorming genoemd. De rechter ontwikkelt dus recht door vonnissen uit te spreken welke gevolgd zullen worden door andere rechters. Het common law principe bevat de logische benadering van het inductief redeneren. Inductief redeneren houdt in dat er specifieke regels worden gebruikt om het algemene te concluderen. De rechter gaat echter nonchalant om met deze algemene regels. Het is slechts een hulpmiddel om je uitkomst mee te onderbouwen. Naast de common law traditie komen we ook vaak de logische ladder tegen van Carl. Volgens Carl maakt de rechter gebruik van logische ladders om te komen tot een oordeel. Dit doet de rechter door uitspraken van eerdere rechters na te gaan. Lijken de gevallen op elkaar, dan krijgen ze een gelijksoortige behandeling. De logische ladder is als volgt. Algemene regel, precedent, nieuwe regel, conclusie. Met behulp van de precedent wordt het recht dus toegepast. De logische ladder is noodzakelijk volgens Carl omdat het publiek de rechter moet kunnen controleren. Nu gaan we kijken naar hoe groot die vrijheid van de rechter dan is. Volgens Carl heeft de rechter wel degelijk vrijheid. Deze vrijheid is echter niet grenzeloos. Een rechter is bijvoorbeeld wel gebonden aan het materiaal wat er ligt. In sommige gevallen zal de rechter volgens Carl beslissingen naar het recht en daarbij laten. Carl noemt dit echter zwakke rechters. Hij vindt dat de rechter namelijk bekwaam moet zijn om alternatieve logische ladder te vinden. Een bekwame rechter is volgens hem vindingrijk en gebruikt de vrijheid om oplossingen te bedenken. Volgens Carl moet de rechter zijn beslissing kunnen verantwoorden aan anderen. Hiertoe gebruikt hij zijn logische ladder en vult hij deze aan met rechtsmateriaal. De heuristische fase, dat was de fase waarbij de regels als leidraad zijn van het oordeel, is volgens Carl nauwelijks van belang. Sterker nog, volgens Carl volgen de regels pas na de beslissing ter onderbouwing van de uitspraak. Echter zal het achteraf in de legitimatiefase lijken alsof het een deductief proces was. Kortom, Carl is van mening dat het precedentstelsel wordt toegepast wat inhoudt dat rechters veelal de beslissingen van eerder rechters volgen. De rechter is grotendeels vrij om nieuw recht te schrijven. Achteraf zal de rechter zijn beslissing legitimeren door rechtsregels toe te voegen aan de onderbouwing. Bedankt voor het bekijken van deze video. Volg mijn kanaal om binnenkort meer video's te ontvangen over begrijpbaar recht.